Hallo, hallo, hallo. Ja. Ik maak het in het algemeen zeer goed. Ja, goed. Goed, dankjewel. Ja, redelijk goed voor mijn leeftijd. Ik bedoel, je bent 72. Hè? Het was al wel tekenen of zingen. Ik wou zo groener worden. Wise man. Ik was ineens tekenaar. Iedereen zei, ah, Eddie, ja, de tekenaar. Ik voel mezelf als danser eigenlijk een soort van vertaler. In de zin van dat er heel veel danstalen zijn. En ik ben iemand die altijd navigeert tussen al die stijlen. Eten. Lekker eten. Het fijne aan mijn vak is dat je de wereld kan bekijken op afstand en toch dichtbij. En ook je onderwerpen kan je zo veranderen dat je altijd iets kan doen, iets kan fotograferen, wat je op dat moment heel graag zou willen doen. Ik ga heel graag op reis en als ik op reis ga, breng ik heel graag ideeën terug mee naar huis. Bijvoorbeeld groenten benaderen en de manier waarop en de behandeling dat ze die geven. Ik maak het omdat ik het heel graag maak. Omdat mijn leven een pak saaier zou zijn zonder het te maken. Ik maak dingen in de eerste plaats met heel veel goesting. Dus als ik de goesting niet voel, dan heeft het weinig zin om eraan te beginnen. Rewind, cut. Veel kinderen stoppen met tekenen vanaf het moment dat zij beginnen te schrijven. Of dat zij beginnen angsten te krijgen. De droom van elke kunstenaar is om te sterven met een onafgewerkt werk. Ik denk, dat lijkt me wel mooi. Wie heeft u gemaakt? Mijn vader, dat gaat niet alleen over talent, maar betekent tot acteur. Dat was een magier, dat was een tovenaar, dat is iets anders. Die komen zo één keer om de 50 jaar. Ik kan nooit in de buurt komen zeg, van mijn vader. Ik denk dat spelen en zingen en zo, dat goed is. Dat het minder op je lever blijft liggen. En natuurlijk niet te vergeten, door 500 mensen over hun bol geuit worden en verwend worden met een groot applaus. Dat doet natuurlijk ook deugd.